eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Stefano Keizers. We hebben het hier over eerste keren. We gaan ze zo meteen uit dit potje halen. Maar niet voordat we jouw allereerste Instagram post hebben bekeken. Oh. Ja, dat is leuk toch? Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Oké, ik heb hem hier voor je. Het is dit. Ja, daar schrik je wel even van. Nou ja, daar is mijn carrière mee begonnen. Toen begonnen de uitzendingen van De Slimste Mens waar ik in zat. Dat was mijn tv-debuut. Ja. Toen was ik heel nerveus, want toen dacht ik, oh shit, ja, ik moet een Instagram hebben, want anders kunnen mensen me niet vinden. En toen dacht ik, oh, ik moet iets op de Instagram zetten, maar ik heb helemaal niks. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dan in elk geval de origin story laten zien. Dus het is niet alleen je eerste Instagram post, tegelijkertijd ook promotie voor je eerste tv-debuut. Ja, het was echt het begin. Echt het allereerste begin. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd hoe verder we terug gaan. Stefano is cabaretier, presentator, zanger, kleinkunstkunstenaar, theatermaker, tv-persoonlijkheid, meester in dirigeren, een graag geziene talkshowgast, perfecte plaatjesschieter, bijna de slimste mens en vast nog veel meer. Maar bovenal is hij een talent in het ontregelen van alles om hem heen. Grabbel, grabbel, grabbel. Snabbel, snabbel, snabbel. De eerste keer hash. Ah, ja. Dit is een van mijn grootste geheimen. Ik heb dit nog nooit eerder verteld. Mijn ouders weten dit ook niet. Oh nee. Maar het ging per ongeluk. Meneer, mevrouw Keizer, zet nu uw computer uit. Juist. Met het andere knopje. Nou, oké. De eerste keer hash, dat heb ik gerookt op mijn 14e verjaardag. En het was ook nog zo dat ik die dag 3 uur eerder vrij was dan normaal. Oh. Ik kan me wel herinneren, het was gewoon een hele fijne plek waar we zaten en dat het best wel lekker smaakte eigenlijk. Dat kan ik me herinneren. Maar ook dat er dus, ja, dat ik op geen enkele manier merkte dat er iets met me gebeurde. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Ja, we hebben denk ik een uurtje of anderhalf of zo gezeten. Toen zijn we terug naar huis gefietst. Toen kwam ik thuis aan en toen liep ik door de achterdeur naar binnen. En toen opeens in de woonkamer stonden al mijn vriendjes en vriendinnetjes in een soort kring. Totaal in paniek, want zij waren ook allemaal al 3 uur eerder vrij en ze waren direct naar mijn huis gefietst om een soort surprise party voor me te organiseren, want dat was mijn verjaardag. Dus mijn ouders die hadden al met de politie zitten bellen, die snapten gewoon niet wat er aan de hand was, want die kinderen hadden gezien dat ik ook om 10 over 12 de school eruit ben gelopen. En waar was ik gebleven? En op dat moment kikte het in. Altijd, dat heb ik niet verwacht. Ja, toen merkte ik wat het met me deed, inderdaad. Toen heb ik een verschrikkelijke paranoïde bad trip daar gekregen. Ja, deze situatie is natuurlijk het perfecte recept voor een paranoïde bad trip. Zo'n bad trip kan door van alles getriggerd worden. Denk aan muziek, nuchtere mensen om je heen of die ene ongewenste surprise party. En als je in zo'n situatie zit, eet of drink dan vooral zoete dingen. Stap even uit de situatie of ga een luchtje scheppen. En probeer te ontspannen en je te realiseren dat je waarschijnlijk binnen 1 of 2 uur weer de oude bent. Ik moest een smoes verzinnen, maar er was helemaal geen smoes mogelijk. Want iedereen wist dat ik al uit was en dat ik niets anders meer te doen had. Dus toen leerde ik dat drugs are bad. Je eerste fetishfeest. Oh ja, dat je daarvan weet. Nou. Leuk. Dat was een bijzondere ervaring in mijn leven. Toen was ik 17 jaar oud tijdens mijn eerste fetishfeest. Dus ik was er eigenlijk nog illegaal. Een fetishfeest is een 18-plus feest met een strenge dresscode zoals rubber, latex, lak of leer. Op deze feesten worden ook erotische shows gegeven en deze zijn soms mild, maar kunnen ook heel extreem zijn. Op een fetishfeest is namelijk niks te gek en kunnen al je seksuele fantasieën werkelijkheid worden. Maar wordt ieder wel met respect behandeld. Ik had op de middelbare school mijn eerste vriendinnetje. En haar vader die organiseerde hele heftige BDSM fetishfeesten. Ik moest van mijn ex-schoonvader moest ik daar filmen. Want hij wilde een soort live registraties hebben. Dus ik stond het de hele tijd met die camera te observeren. Een van de redenen waarom ik dat werk aan wilde nemen als cameraman op die fetishfeesten was omdat ik dacht, ja, dan ga ik in één keer
heel veel naakte vrouwen tegelijk zien. En toen kwam ik daar aan en toen werd het wel ingewikkelder. Want ik denk dat er 80% mannen zijn en 20% vrouwen. Dus als je om je heen gaat kijken, dan staar je dus snel in het verkeerde kontgat, zeg maar. Het was zo'n plek waar dus iedereen lekker zichzelf kon zijn. Dus je had een soort hoek voor de latexzusters. Je had een soort hele rare kleedkamer waar alleen maar bejaarden gepijpt werden. Ja, alsof iedereen inderdaad zijn best deed om zoveel mogelijk te kijken van hoe kunnen we het onderwerp seks nou zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor die 17-jarige jongen die hier in zijn zwarte evenement t-shirtje rondloopt met zijn camera. Het maakte me eerder afstandelijk dan dat ik echt dacht, hier duik ik in. Ja? Ja, ik denk het wel. Maar heb je een fetish? Nou, niet in die extreme vorm. En het is ook niet zo dat ik graag vastgebonden wil worden of zoiets. Nee, maar voeten bijvoorbeeld? Nou kijk, dat is het. Ik vind denk ik wel echt elk onderdeel aan een vrouwenlichaam vind ik aantrekkelijk, ja. Ja, misschien heb ik dan een fetish voor alles. Misschien wordt dat de tagline. Omni-fetish. Een omni-fetish. Dat is een heel mooi woord. Ik vind hem wel cool. Nice. Door naar de volgende. De eerste keer seks. De eerste keer seks, dat was in Ouderkerk aan de Amstel in een huurhuis. En we sliepen op één verdieping met haar jongere broertje en haar ouders. Want hoe oud was je? 17. Jij was 17? Ja. Je vriendinnetje destijds was... Ja, dat is denk ik net 15. Ja. En dat is grappig, want zij had al een enorm cv aan seksuele ervaring. Oh. Dus zij was er heel erg jong bij. Dus zij heeft mij er echt enorm in opgeleid en in meegenomen. Hoe verliep die avond? Ja, het was heel spannend. Er waren al een paar avonden aan vooraf gegaan waarin ik aan haar vagina had gezeten. En zij na 5 seconden had gezegd, ja nee, dit was heel goed, fantastisch. Dus zij was daar ook best wel zo van, ja dit moet nu echt een keer gaan gebeuren. Want in al mijn vorige relaties was het te lang gebeurd. Oh. Wanneer je partner meer ervaring heeft op het gebied van seks of er al eerder klaar voor is dan jij, kun je het gevoel krijgen dat jij er ook in één keer klaar voor moet zijn. Maar luister altijd naar je eigen gevoel en communiceer dit ook met je partner. Voel je nooit gedwongen en zorg ervoor dat je het pas doet als jij er klaar voor bent. Ik denk dat je als jongen in eerste instantie vooral nerveus bent over gaat het me lukken om het condoom goed aan te doen. Dat lukte. Toen hadden we seks en toen dacht ik, is dit nou waar de mensen zo wild over doen? Ik voel er helemaal niks van, ik merk helemaal niets. En kon je het gelijk vinden, zeg maar, de vagina? Ik zal nu niet meer met zekerheid kunnen zeggen dat ik het ook echt goed heb gedaan. Maar zij heeft me in elk geval wel dat vertrouwen gegeven. En dat is heel erg fijn, want ik denk, ja, wat dat betreft ben ik heel dankbaar voor mijn eerste keer. En vond ik het ook eigenlijk een perfecte eerste keer, omdat het in een vertrouwde omgeving was met iemand waarmee ik ook echt een lange relatie heb gehad. En alle begin is moeilijk. Een eerste pannenkoek wordt nooit de beste. Dus dat was ook, ja, ik denk dat het daarom juist fijn is om het te doen met iemand waarvan je weet, ja, ik heb echt meer met deze persoon dan een one night stand. En ik heb toen inderdaad daar in dat badkamertje gestaan en bij mezelf gedacht, nu ben ik een echte man. Maar ik denk ook dat, ja, wat mij betreft is er met seks is een soort eerste keer dat je het doet en een eerste keer dat je het leuk vindt of dat je zelf echt denkt, nu heb ik er grip op. En dat kwam echt pas een paar jaar later, ja. Mm-hmm. Ja. Oké, nou dan kunnen we hem denk ik wel afsluiten. Die zag ik echt niet aankomen. Nee? Nee! Maar ik voelde hem al de hele tijd. Oh, Jezus, dat was lekker. Dat was echt goed. Zo, dat is nog eens een knallend einde. Jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer porno kijken. Nou, dat was een beetje vreemd, want ik ging wel eens met vriendinnen op de site Chatroulette, voor degene die het nog weet. Dan kon je chatten met mensen van over de hele wereld en over het algemeen lieten mannen vooral hun penis zien. Dus toen waren wij gelijk getriggerd en gingen we allerlei schunnige zenders opzetten met schaars geklede vrouwen die aan het seksen waren. Dat vond ik allemaal heel erg spannend. En ik wist niet zo goed wat ik ermee moest in die tijd. Later begreep ik dat porno vooral als hulpmiddel wordt gebruikt tijdens het masturberen. Overigens kijk ik niet heel veel porno, ik doe het vooral met mijn mind. Maar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. En dan zie ik jou volgende week nadat je hebt geliked en gesubscribed.